Jongens en meisjes, welkom in deze nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag gaan we weer samen reageren op iets. En vandaag hebben jullie massaal achtergelaten, of de vorige keer hebben jullie massaal achtergelaten, dat ik moest gaan reageren op Clone Movies hun bouwwerken. Dus ik heb laatst even hun kanaal bekeken en oh mijn god, wat gaan deze gasten hard. Ik wil even een dikke shout-out doen naar Jesper en Rick, heet dus volgens mij. Dikke en zo naar hun, want hun bouwen echt abnormaal lijpen zitten in hun tijd. Dus vandaag gaan we eventjes kijken naar wat jullie allemaal hebben gebouwd. Ik heb iemand gezien die een compilatie gemaakt heeft met alle dingen, dus daar gaan we op reageren. Maar eerst vraag ik me eventjes een blauw duimpje omhoog achterlaten. En laat gelijk eventjes in de reacties weten waar ik de volgende keer op moet reageren. En laat dan ook even weten wat jullie van de bouwwerken van hun vinden. Want ik vind ze echt bizar. Ik heb het echt net gecheckt. En daarom dacht ik ook van oké, we gaan hier samen op reageren. Maar je ziet hier in het kanaal. Ze hebben dus een mega eekhoornhuis gebouwd. Een 10.000 euro vakantiepark. We bouwen een villa park. We bouwen een vakantiepark. Ze hebben echt allerlei dingen gebouwd. Nog een waterpark. Echt bizar dingen. Ik heb het gewoon even allemaal gekeken. En deze gasten echt dikke SO naar hun. Dat wil ik gewoon zeggen. Ik wil gewoon zeggen dat hun een dikke SO verdienen. Sowieso wel de tijd in een video steken. En hoe ze het allemaal weten te bouwen. Dus ik dacht, laten we dus even gaan kijken naar wat hun allemaal gebouwd hebben. Dus ik ga even de video opzoeken van die iemand gemaakt heeft. En daar gaan we dan nu op reageren. Dus ik ga zeggen, let's go. Kijk eens aan, de video staat klaar. Er zit geen geluid onder helaas. Maar hier hebben ze dus het grootste bed gebouwd. Het 5 meter hoog, 8 meter breed. Maar kijk ook hoe groot hun tuin is. En ja, wat ik al zei, ik ben totaal niet handig. Ik heb namelijk 2 linkerhanden. Deze gasten zijn dus best wel handig, zoals je kan zien. Want ze gaan dus in dit stukje het grootste bed ooit maken. En kijk hoeveel hout hun ze überhaupt sowieso gebruiken voor die bouwwerken. En wat ik me dus ook afvraag, hoeveel tijd zou je überhaupt inzitten? Hoeveel tijd zou er inzitten in het maken van zo'n video? Ik denk dat daar hun echt niet in één dag mee klaar zijn. Dus ja, dat is sowieso al überhaupt een ding. Kijk, het bed begint wel al vorm te krijgen. De poten staan er. De dingen waar zeg maar, je... Oh mijn god. Holy shit. Wait. Kijk even. Kijk even hoe groot dat bed is vergeleken met de huizen. Dit bed is net zo groot als een huis wat daar staat. Oh mijn god. Yo, ik moet echt dikke SO geven aan hun. Ze hebben zelfs... Oh mijn god, het lijkt zo'n Minecraft bed. Ze hebben er zelfs een deken overheen gedaan en 2 kussens. Kijk dan bro. Bestel als hier iemand met een helikopter overheen zou vliegen. Die zou echt denken, wat de heck is dit? Oh mijn god, ik vind het echt lijp. Applaus aan hun. Oh, ze liggen er ook echt in. Kijk dan. Alright. Hier zijn ze dus het vakantiepark aan het bouwen. Ze hebben dus al van die kleine huizen gemaakt. Bro, besef dat voor sommige mensen zo'n huisje alleen maar in hun tuin past. En deze gasten bouwen gewoon letterlijk een vakantiepark in hun tuin. Ze hebben natuurlijk de ruimte ervan. Ik weet niet waar ze precies wonen. Dus ik heb ook een keer gezien dat ze een dik paintballveld hadden. Ik wil ook een keer paintballen daar. Hey guys, nodig me even uit voor een potje paintball daar. Maar goed, kijk, ze zijn dus even alle huizen gewoon aan het afmaken. De daken gaan erop. Ja, kijk, het is gewoon echt allemaal ook gewoon precies mooi. Ze gaan gewoon een villa aan het midden. De receptie zag ik daar staan. Oké, wat zijn ze hier aan het maken? Wat wordt dit rondje? Wordt dit een zwembad? Nee, ik denk het niet, of wel? Ik weet niet wat dit gaat worden. Wat gaat dit rondje worden, dames en heren? Oh, dit gaat ook een huis worden, of niet? Nou, dat lijkt me sterk. Dat is een beetje kort, of niet dan? Wat gaat dit worden? Ik ben benieuwd. Gaan we het dadelijk nog zien, of niet? We gaan planken in, oké. Het wordt afgezaagd. Is dat de receptie dan wat we net zagen, misschien? Nee, de receptie staat daarachter. Wat gaat dit worden? Ja, dit wordt een zwembad, zie je? Ik dacht dat het een zwembad ging worden. Kijk hoe vet het vakantiepark gewoon is. Links een huis en rechts een huis. En hier zijn ze dus de 5000 euro villa aan het maken. Ja, besef even. Ik denk dat kinderen, de mensen die dit ook kijken, echt onderschatten hoe duur hout is. Dat is echt, ik hoop dat ze het gesponsord krijgen. En als ze het moeten betalen, denk ik misschien dat het echt wel inderdaad gewoon zo duur is ofzo. Dat is echt abnormaal eigenlijk. Maar ja, kijk ook hoeveel hout hun gebruiken. Ik bedoel, er staan daar 3 dikke huizen. Nu zijn ze een villa aan het maken. Dat neemt allemaal hout in beslag. Want ja, verder kan je anders geen huis bouwen. Maar ja, ik heb denk ik wel een plan. Als ik met mijn vriendin samen wil gaan wonen, ga ik denk ik deze gasten een huis voor mij laten bouwen. Dus hey, Rick en Jesper, als je een huis voor mij wil bouwen, sluit even in de DM alsjeblieft. Doe dat eventjes. Kijk dan, hoppa. Even het inrichten, bankje erin. Ze richten ook het hele huis gewoon normaal in. Doe normaal. En een bommetje in het zwembad. Ja, nou, dan is wel heel je huis nat. Kan gebeuren. Wat zijn ze hier aan het maken? De tuin is af, het zwembad is af, de woonkamer is af. Een dartbord en een klok, een gaming room zelf, een slaapkamer. Bro, dit is echt bizar hoor. Oké, nu gaan ze een boomit maken. Oké, ik ben heel erg benieuwd hoe de boomit er dus uit komt te zien. Kijk eens aan, ze gaan hem dus ook echt daadwerkelijk in de boom maken. Hoop ik wel dat de boom blijft houden. Want het zal zonde zijn als de boom daardoor instort. Maar goed, daar gaan we zo meteen achter komen. Daar moeten hun denk ik ook achter komen. Want ja, niet elke boom is even sterk. Maar ik denk dat die boom het wel haalt. Ja, en het ligt natuurlijk ook aan de constructie hoe ze het maken. Kijk, ze maken die palen zo. Ja, ik snap verder helemaal niks. Want zoals ik al zei, 2 linkerhanden bij mij moet je niet weten. En ze hebben er al één gemaakt. Er staat rechts al 1 mega grote boom. Dus ze dachten, hey, laten we er gewoon nog maar eentje maken, weet je. Wat absurd zijn deze guys, jongen. Hier, trappetje om omhoog. Oh, dat is een waterglijbaan. Loopbrug. Oké, next level. Een tiny house. Oké, tiny houses zijn natuurlijk nu heel erg in. Mensen wonen ook legit in tiny houses.
En hun dachten van, nou, laten we even zelf eentje bouwen. Kijk, glas zit erin. Ja, ik denk dat je hier legit serieus gewoon wel een maand zouden kunnen wonen. Hé, hey, nieuwe challenge, dames en heren. 24 uur overleven in het huis van Glow Movies. Ik verzin hier gewoon challenges te plekken. Maar zo'n tiny house is dus legit ook echt, voor mij zijn er ook programma's van op RTL 4 geweest en zo, waarbij mensen dus in een tiny huis proberen te wonen. Want er zijn natuurlijk heel veel woningen tekorten in Nederland. En als je dus, ja, genoegen neemt met zo'n klein huisje, nou, ga er maar in wonen, zou ik zeggen. Kijk dan, hier, het is helemaal klein opgemaakt. Woonkamer en bed daarboven, ja. Het is voor twee mensen misschien wel iets te klein, maar goed, daar praat ik niet over. En hier gaan ze een huis van duct tape maken. Oké, ze hebben dus een kleine houten stelling gemaakt, zeg maar. En de rest wordt dus letterlijk alleen maar duct tape. Oh mijn god, gaan ze dit nou openscheuren? Oh, dat was de deur. Dat wordt natuurlijk gewoon de deur. Dit is ziek gedaan, broer. Oh mijn god, kijk hoe ze dit aan het maken zijn, maat. Kijk dan, joh. Ik wil wel even weten hoeveel rollen duct tape hierin zijn gegaan. Hoeveel rollen duct tape zijn in dit huis hier zo gekomen? Laat het mij eventjes weten in de comments, als jullie het weten. Want ik heb niet elke video helemaal afgekeken. Ik heb gewoon een beetje gekeken omdat ik echt gefascineerd was over hoe mooi het was. Kijk, zelfs de andere dingen doen ze met een kettingzaag dingen eruit. Oh mijn god. Deze guys zijn next level. Wat is daar rechts? Letterlijk een huis van dozen. Kijk, zelfs het gras duct tapen ze. Alles in het huis is gewoon van duct tape. Zelfs de stoelen worden van geduct tape. Oké. Okay. Ja toch. En het bed is van duct tape. Dat zal wel. En hier, het waterpark. Deze is zo vet, hè, jongens. Twee glijbanen. Zoveel zwembaden. Hun waren eerst ook allemaal lijpe dingen met trampolines aan het doen. Echt, alles kan hier gewoon. Hun kunnen gewoon echt letterlijk alles in hun tuin kwijt. Kijk even deze constructie met hout. Hoe ze dat willen maken. Ja, kijk dan. Het is ook allemaal vet uitgerenderd en zo, man. Dat hebben ze echt goed aangepakt ook gewoon. Want ja, ik denk als je dat zonder die renders uit gaat pakken en alles, dan ga je denk ik niet weten hoe je dat moet doen. Maar dat is mijn mening, want ik ben heel slecht in bouwen. Daar zijn die waarschijnlijk wel achtergekomen toen ik Fortnite nog speelde. Maar ja, ik vraag me af of deze guys dan ook zo goed in Fortnite kunnen bouwen. Kijk, dat is het eerste glijbaan. Oké, ze proberen het dus met een doekje. Als daar een splinter in je kont kwam, ben je dead, bro. Dan zit die denken van tot je kont tot aan je hoofd en in je lichaam. Ik ben sowieso bang voor splinters van hout, man. Ik hou er niet zo van. Hout, splinters zijn eng. Maar goed, ze hebben zelfs een dingetje met de veiligheid voor de badmeester. Het is ook echt allemaal gewoon perfect afgekomen, hè. Moet je kijken. Kijk dan eventjes. En wat komt hier nog aan? Ja, de paintball area. Hier had ik het net over, dames en heren. Hier had ik het over, de paintball area. Ik wil zo graag een keer paintballen, ouwe. Lijkt me echt een keer leuk om te doen. Ik denk dat de serie een keer met een groep vrienden gewoon letterlijk gaan paintballen. Ik heb gewoon zin om een keer gewoon mensen kapot te knallen. Kijk dan, dat hebben ze echt ziek gebouwd. Wat is dit? Twee van die loopbruggen ook, die er doorheen kan lopen. Ja, want ze hadden natuurlijk de tuin dingen hadden ze al. Dus hoeven alleen maar obstakels neer te zetten. En dan kan je letterlijk gewoon een potje paintballen met je vrienden in de achtertuin. Besef, in je achtertuin. Ja, ik kan nog steeds niet beseffen. Ik kan nog steeds niet beseffen dat hun zo grote achtertuin überhaupt al hebben. Nu heeft mijn vriendin dat ook. Maar goed, weet je. Ik ga dit soort shit niet in de achtertuin kunnen bouwen. Want ik kan die shit gewoon niet. Ik wil het ook kunnen. Ik wil ook eventjes gewoon goed met mijn handen kunnen zijn. Oh mijn god, kijk hoe lijp dit. Dit is gewoon nog beter dan de gemiddelde paintballbaan waar je überhaupt gewoon kan paintballen. Legit. Ik denk dat daar paintballbanen jaloers zijn op wat hun in de achtertuin hebben gebouwd. Hier hadden ze legit gewoon money voor kunnen vragen. Van, hey boys, 20 mensen in de achtertuin, 20 euro per persoon. Ga maar lekker een uur paintballen en dit is het resultaat. Kijk dan hoe hard, jongen. Oh mijn god, ik vind het echt bizar wat deze gasten gebouwd hebben, man. Echt, applaus voor hun. Petje af. Meer kan ik gewoon er niet van zeggen.